Goed zo. Kom maar. Ja, goed zo. Doe je werk, schat. Een lekkere borst mee. Het is dus nu 2:05 en ik ben lekker even aardappeltjes aan het bakken. Ik heb daar gewoon even lekker zin in. En dan ga ik lekker vlogs editen. Goedemiddag, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin. Karin en Roderick, ja, ja, dat zijn wij. Het is vandaag weer maandag 27 december 2021. En het is nu bijna 1 uur. Rodi gaat de zusjes doen en ik ga zo een lady doen. De zusjes! Wie gaat er met de baas mee? Lof! Leed, ik ga zo met jou. Dus welkom bij deze gloednieuwe vlog. Nou, we zijn dus even lekker met Lady alleen aan het lopen. Rodi is al lang en breed de bocht om. Ik zag Beauty dus net lopen. Ja, goed zo, wijfje. Kom maar. Ja, goed zo. Kijk, als ze alleen is, dan loopt ze wel lekker door. Maar als er twee zusjes er zijn, nope, heeft ze er geen zin in. Hallo, doe je werk, schat. Een lekkere borst mee. Oh, wauw. Lekker eten zeker op het werk, of niet? Doei. Nou, dan gaat hij dus naar huis. Gaat hij omkleden. Doet hij daar weer in. Dingetje eroverheen. Ja, helemaal goed. Oh, leuke dingen is het ook af en toe. Altijd, maar soms kan ik hem wel achter mijn hang plakken. Maar oké, wie kent dat niet? Doei! En dan verdwijnt hij. Dag! Het is dus nu 2:05 en ik ben lekker even aardappeltjes aan het bakken. Ik heb daar gewoon even lekker zin in. En dan ga ik lekker vlogs editen. Ja, dus heb ik er gewoon even zin in. Jee, moet toch kunnen? Kijk eens, hier hebben we die dik hier. Hi, kerel. En hier op de hondjes liggen. Beauty, lovely lady. En daar hebben we Draki. En hier hebben we de rode dakduiveltje. Hé? Die voor mij tegenwoordig heel lief is. Maar voor nieuwe mensen, nope. Kun je beter bij hem uit de buurt blijven. Hé? Ja, maar je bent wel lief. Maar ik ga nou even naar mijn aardappeltjes. Mag dat? Ja? Oké, goed zo. Was dat het alweer? Oh, ik denk, nou, ik ga even filmen. Zware vuurwerk aan het afsteken. Ik denk, nou, dat is leuk. Maar nee, ik ben weer te laat. Jammer. Maar ja, ik ben nog eventjes Enzo aan het kijken. Kijk, de dames liggen daar. Zij ligt lekker daar. En mijn telefoon is weer opgeladen, want die was bijna leeg. Ja, is niet handig, hè? Nee. Maar ja, ik ben ook een beetje gelijk bezig met editen voor de vlog weer voor morgen. En dan hoop ik dat ik nog een vlog kan editen vandaag. Ja. Zo, nou. Ik zit nog steeds hier. Maar niet echt met een vrolijke blik, zeg maar. Want ik weet dat het pijn kan doen. Maar dit is niet meer fijn, nee. Maar oké. Ik heb ook al tegen Debbie, tegen Debbie en Karen en Christa ook al gezegd. Van het liefst dan wacht ik gewoon weer tot het met een nieuw jaar. Maar als dit zo doorgaat. Dan ga ik echt nog voor het nieuwe jaar weer eventjes een prik halen. Want dit is, je reed niet op. Dan kan ik je nu al aangeven. Echt, dit is niet fijn. Die pijn van Agnes. Gewoon die zenuwen die bekneld zitten. Mai. Ik heb echt zoiets van nog even. En ik ga door en door de grond heen of zo. Weet je wel, zoiets. Mai. En Rodi moet nog een kwartiertje werken en anders is hij klaar. Dus ik ben nu al bezig met mijn tweede normale vlog. En met de grote vlog, daar ben ik deels mee klaar. Nog niet helemaal, daar moet ik nog de intro mee doen. Deels volgens mij, ik weet het niet eens meer. Maar die moet ik ook nog inplannen voor de 31ste. Voor ergens in de ochtend. En dan krijgen jullie ook nog in de middag een vlog. Boe, maar dan hebben jullie het al gezien. Ja, Ren. Goedemorgen. Boe. Ik wil weer een beetje bijlopen, zeg maar. Maar dat... Ik weet niet hoe, maar ik loop ze sowieso 9 dagen achter, dus. Maar dat maakt niet uit. Dus dan weet je dat gelijk. 9 dagen.
Dus 9 dagen terug, als je het al ziet, dan is het al het nieuwe jaar. Hè? Dus bij deze, ja. Ja, de beste wensen. Voor iedereen. Daar heb ik nog niet echt bij stilgestaan, zeg maar. Sorry, mijn excuus. Ja. Want dat heb ik al gedaan, want ik was al live geweest, zoals je hebt kunnen zien. Dus, nee. even live geweest, ja. Dus heb ik jullie ook allemaal de beste wensen gewenst staan met Ro. Dus, ja. Dus, ja, ik ga nog even deze vlog afmaken. Mijn ogen die staan op 10:30, ik weet het. Ik wil gewoon eigenlijk gewoon lekker mijn nest induiken. Maar ja, ik moet nog even een vlogje af. Kijk, die is klaar, dat is mooi. Plannen. Kijk, die is vanmorgen nu wel goed klaar. Dus ja, en dat is dus een betaalde promotie. 3 omhoog, 2 omhoog, 2 omlaag is leuk. Ja, maar ja, ik vind het prima. Ik wacht lekker op Roa. Even kijken wat hij ervan zegt over mijn pijn. En als hij zegt van we gaan gewoon nu naar het ziekenhuis, dan gaan we gewoon naar het ziekenhuis. Plaar, punt. Want dat doet zeer. En jullie zullen nu al zeggen van K, ga alsjeblieft naar het ziekenhuis. Dus, maar ik ben een doorzetter en ik ben niet zo iemand. Ja, nou niet. Ja, ook wel een doorzetter, maar mijn pijngrens is behoorlijk hoog. Ik voel het wel, maar ja, mijn pijngrens is echt hoog. Alleen als ik erop druk, dan heb ik zoiets van, wow, daar zit hij. Ja, gewoon weer op dezelfde plek. Jee, gloeiende glasplaten. Maar ja, we gaan het meemaken. Zo, ik zou nog even bij jullie terugkomen. Ro is al eventjes een tijdje thuis. Ro is nu even met de hondjes aan het lopen. Maar we hebben ook besloten om nu niet naar het ziekenhuis te gaan en naar de eerste hulp. Want dan, nou ja, ik weet niet of jullie daar ook last van hebben, maar ik wel. Want ze weten het woord acnes niet, een zenuw die bekneld zit. Dan moet je alles weer helemaal uitleggen. En dan zit ik zo niet op te wachten. Dus morgen, zodra ik wakker word, dan ga ik het ziekenhuis bellen. Kijken of ik daar terecht kan en bij de poli. En bij mijn afdeling, zeg maar. En dan gaan we maar even kijken of we daar terecht kunnen morgen. En dan even kijken of ik daar weer een spijt kan krijgen. Dat ik weer even bij je vrij ben. Dat ik weer gewoon jovel door het leven kan, zeg maar, voor een paar dagen. Dus we gaan het meemaken. We gaan het zien. Dus ja, ik wacht nog even op Ro. Ik ga even kijken wat ik nog kan editen. Voor zover. En dan morgen weer pijnvrij kan editen. Hoop ik. Ik ben een beetje klaar mee met het pijn hebben. Dat is al een paar weken terug. Alleen niet in zoverre mate dan wat het wind nu is. Dus, en ik kan het aardig onderdrukken. En dat weet Ro ook. Mijn pijngrens is behoorlijk sky high. Dus die is niet al laag of zo. Dat ik gelijk met één. Ik snij me per ongeluk. Dat ik niet gelijk zeg van, oh, ik heb pijn. Nee, ik kan heel wat hebben, zeg maar. En dat weten de artsen ook. Dus, maar ik zal wel weer op mijn zode flikken krijgen dat ik niet eerder aan de bel heb getrokken. Want dat kreeg ik wel te horen van, zodra je weer pijn hebt en dan moet je wel komen. Ja, meneer arts. Karin doet dat niet. Nee. Maar morgen dus wel. Dus morgen ga ik het ziekenhuis bellen. Kijken welke poli ik ook alweer moet. Dus ik moet even weer terugkijken naar welke poli ik moet bellen. Jee. Moet ik even inloggen bij het ziekenhuis. Maar dan kan ik zo nakijken. Ja, een hele goede avond. Ja. Ik ga deze vlog lekker met jullie afsluiten. Ik heb onwijs veel pijn, maar dat hebben jullie al wel aan mij kunnen zien. Ik heb vanmorgen een mededeling. Maar daar kom ik morgen op terug. Maar heb ik ook net samen met Ro erover gehad. Ro die vond dat ook een hele goeie. Maar daar kom ik inderdaad morgen op terug. Maar voor nu, dank jullie wel voor het kijken. Vond je dit een leuke vlog? Ik zou zeggen, vergeet niet het duimpje omhoog te doen. En laat een leuke reactie achter. Doe het belletje aan. En dan blijf je zeker op de hoogte. En dan zie ik jullie graag weer morgen bij een gloednieuwe.